Minister Bronte Sommaharje van Binnenlandse Zaken heeft maandag de eerste drie stimuluspakketten beschikkingen uitgereikt aan ambtenaren die vervroegd uit overheidsdienst willen treden. Uit de laatste landsdienarenregistratie is gebleken dat ruim 1000 ambtenaren met vervroegd pensioen willen. Op dit moment wordt fase 1 afgerond, terwijl in november fase 2 van het aanbieden van de stimuluspakketten van start zal gaan. AWJ-minister Stephen McAndrew heeft maandag de Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op de werkplek geïnstalleerd voor de duur van 2 jaren. Het doel van de installatie van de commissie is om te geraken tot aanscherping van het beleid op deze gebieden, maar ook om invulling te geven aan de veiligheidsconventies. McAndrew vroeg de commissie speciale aandacht voor de mentale gezondheid van werknemers om veel voorkomende klachten zoals stress, depressie en spanningen op de werkvloer weg te werken. De focus moet volgens hem niet slechts gericht zijn op de private sector, maar ook op de publieke sector. De regering van de Republiek India is Suriname tegemoetgekomen met 10 containers aan geneesmiddelen, waarmee er verdere invulling wordt gegeven aan de relatie met Suriname. De geste van India is het resultaat van een verzoek dat door de Surinaamse regering was gedaan. De Indiase ambassadeur Shankar Balachandran heeft maandag de symbolische overhandiging gedaan aan president Santokhi, minister Ramadin van Volksgezondheid en Malti Sarju, directeur van het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname.